Van spelen krijg je dorst. En dus wordt er een time-out ingelast. Ik heb dorst. En ik moet naar de wc! Ik ook! De kinderen haasten zich naar de kraan. Echt niet? Mag ik eens proberen? Inderdaad, hij doet het echt niet, joh. Je hebt gelijk. Er komen alleen wat druppels uit. Jongens, wisten jullie dat je 100 liter water per dag gebruikt? Echt waar? Zo veel. Ik heb hartstikke dorst. Daar is een winkel. Zullen we daar water halen? Ik ga toch niet heel lang lopen voor alleen maar een flesje water? Nou, dan niet. Ik wacht wel tot de kraan het weer doet. Ja, wij ook. Aan de andere kant van de wereld lopen drie dames uren voor een paar emmers schoon drinken. Ik heb water nodig. Hey jongens, schiet nou eens op. Ik wil ook nog. Hij druppelt nog steeds. Wist je dat als die kraan zo lang blijft druppelen, dat er dan op een dag 75 liter water uitkomt? Zo duurt het wel heel erg lang voordat we allemaal een bekertje vol hebben. Maar ik heb nu dorst. Ja, ik heb ook dorst. En dus besluiten de kinderen de waterleiding te volgen en zo op zoek te gaan naar het probleem. Bij de wc's heeft zich een lange rij gevormd. Hij doet het niet! Hij spoelt niet door! Oh nee, ik moet zeper nodig! Oh, maar dit is verschrikkelijk! En ook deze kinderen gaan op zoek naar het probleem. Deze doet het ook niet! Wist je dat een wc doortrekken 6 liter water kost? Echt waar? Wist je dat 1 miljard mensen zonder wc zitten en dus ook buiten in een gat moeten poepen? Yucky! Nou, dan gaan we toch gewoon in de bosjes poepen? Maar dan zien ze een man in het gootsteenkastje liggen. Goedemiddag! Eindelijk kunnen de bekers weer worden gevuld. Proost! Opdat iedereen schoon drinkwater heeft. Yeah!